SBS 6 die nu aan het filmen zijn en die hebben net een klein interviewtje afgenomen. Daarom ga ik nu wat eerder beginnen, want die mannen die moeten weer naar een andere locatie toe om vanavond het nieuws te kunnen vullen. Goed, daarom ga ik nu vast beginnen. Mijn naam is Leo Eras, ik doe op dit evenement de Army Show, eerste editie, hier in Twente, doe ik de presentaties. En ik ga beginnen het een en ander te vertellen over wat zijn pantservoertuigen en wat zijn tanks. Een tank is altijd uitgerust met een geschut. U ziet hier op het terrein staan een Leopard 1. Het is een tank van Duitse makelij en die is ingezet bij vrijwel alle NATO-landen. En nog worden ze ingezet bijvoorbeeld in het Turkse en het Griekse leger. Daar zijn ze nog steeds operationeel. Maar voordat we daar het een en ander over meer gaan vertellen, ga ik u het een en ander uitleggen. Want pantservoertuigen zoals u hier ziet en tanks zoals u daar ziet, zijn uitgerust met een, wij noemen dat tracks. Maar dat zijn rupswanden. Tracks wordt dat genoemd. Ik ga daar iets over vertellen. Het hele voertuig is natuurlijk zwaar. Wordt gedragen door de loopwielen. De loopwielen, dat zijn de onderste vijf wielen die u daar ziet zitten. En die hoeven niets te doen dan alleen maar rollen. En het hele voertuig dragen. Het wordt geveerd door middel van Toshi-staven. Dat zijn gewoon starre assen die van het ene naar het andere wiel links en rechts lopen. Dat zijn de dragende wielen. Dan aan de bovenkant ziet u wat kleinere wieltjes. En die noemen wij de toprollers. De toprollers. En die doen niets anders dan de rupsbult begeleiden. Aan de voorkant ziet u een getand wiel. En dat is het aandrijfwiel. En aan de achterkant ziet u een niet getand wiel. En dat is het spanwiel. Dat spanwiel moet ervoor zorgen dat de rupsband... Het spanwiel moet ervoor zorgen dat de rupsband in het gareel blijft. Dus daar wordt een soort spanning op gezet, zodat de hele rupsband strak staat. Want die rupsband bestaat uit schakels. En die schakels, daar zitten pinnen tussen. En die pinnen die slijten. En daardoor krijg je dus wat rek op de rupsband. En dat spanwiel zorgt ervoor dat het hele spul netjes strak staat. Het sturen van een rupsband... Ik moet eigenlijk zeggen, het sturen van een voertuig met rupsbanden gebeurt door het verschil te maken tussen de linker en de rechter aandrijving. En dat kan op twee manieren. Dat kan door één kant de rupsband te versnellen, dus links versnellen, dan ga je rechtsaf. Of als je rechtsaf wilt, de rechter rupsband te vertragen, dus een remsysteem inbouwen. Nou, de Leopard die heeft onafhankelijk van elkaar, van de rupsbanden links en rechts, een onafhankelijke aandrijving. En de pantservoertuigen die je hier nog mee ziet staan, die worden gestuurd door middel van vertraging. Dat wil zeggen dat in de Leopard zit een klein stuurtje, maar in de pantservoertuigen zitten twee stuursticks. En dat is een linker stuurstick en een rechter stuurstick. En de chauffeur die wil rechtsaf, die trekt aan de rechter stuurstick, zodat hij de rechter rupsband vertraagt. En dan kan hij door middel van wel veel of minder vertragen, de bocht scherper maken dan wel minder scherp. Nou, dit is een Leopard 1 die je op het terrein ziet. Het pantservoertuig wat hier aan mijn rechterkant staat, dat is een pantservoertuig die bedoeld is, en dat noemt men een personal carrier. Een personal carrier. En een personal carrier is ervoor om infanteristen, manschappen, naar het front te vervoeren. Zo'n voertuig, daar zitten drie personeelsleden op. Dat is de chauffeur, een commandant, en als derde een poortschutter. Want het voertuig met zijn bemanning moet zichzelf kunnen verdedigen. En dan zit er dus een mitrailleur op om zichzelf te kunnen verdedigen. Dus dat zijn drie bemanningsleden. En in dit voertuig
kunnen dus 4 infanteristen met bepakking meegenomen worden. Je moet je voorstellen, het front is ergens daar. Het voertuig laat 4 infanteristen met bepakking in. En hij gaat in volle vaart richting het front. En dan zit er op dat ding zit er een aantal rookgranaatwerpers. En die ga ik nu aanwijzen. Dat zijn deze dingen. Hier worden plastic kokers ingestoken. En er zit een elektrische verbinding onderin. En je krijgt dus een ontsteking als de boordschutter op een knop drukt. En dan zullen er 8 rookgranaten zullen een rookgordijn leggen. Op het moment dat dat rookgordijn is gelegd, springen de infanteristen eruit, zodat de vijand niet kan zien wat die jongens gaan doen. Op dat moment maakt het voertuig rechtsomkeert. De infanteristen zijn eruit gesprongen. Het rookgordijn trekt langzaam op en dan is het de personal carrier al lang weer vertrokken om de volgende lading infanteristen op te halen. En dat doet hij niet alleen. Zo zijn er natuurlijk een hele rij, laten we zeggen een stuk of 20 van dit soort panzervoertuigen die de infanteristen naar het front zullen brengen. Van dit voertuig zijn nog veel meer versies. Er is bijvoorbeeld een woestijnversie. Er is een versie, dat noemen wij een cargo versie. En dat is dus de ruimte waar de infanteristen zouden zitten, is dan helemaal leeg. En dan kunnen dus materialen naar het front gebracht worden. Dus dat noemen wij dan een cargo voertuig. Hiervoor ziet u het voertuig wat hier op de voorgrond staat. Dat is een bergingsvoertuig. Dat bergingsvoertuig is ervoor bedoeld. U ziet daar ook een kraan op zitten. U ziet wel, hè, de mensen die hier bovenop zitten, die hebben dus een paar centjes gelapt, 75 euro, om mee te mogen rijden. Dat vinden ze natuurlijk helemaal geweldig. Dus als u zich geroepen voelt en u heeft uw spaarvarken meegenomen, dan zou ik zeggen, grijp je kans, want dit komt niet zo gauw weer terug. Nou, die mensen zitten te genieten. Goed, nog even terug naar het voertuig wat hier vooraan staat, dat is een bergingsvoertuig. Dit panzervoertuig van Engelse makelij is ervoor bedoeld om in het veld, als dat nodig is, een gestrand voertuig snel te kunnen repareren. Je ziet er een kraan op zitten en die kraan is in staat om een motor uit een gestrand voertuig te takelen. Die kraan die kan 3 ton hebben en er zit een mechaniek op om het voertuig te stabiliseren als de kraan gebruikt wordt. Velen van u weten misschien wat stempels zijn. Een voertuig, bijvoorbeeld een vuilniswagen die veel vracht van de stoepbrand moet tillen, die steekt een paar pootjes uit en die laat die zakken. En die dingen die heten stempels. Dat is ervoor dat het voertuig niet omslaat. Bij dit voertuig, die moet natuurlijk af en toe een motor van 3 ton verwisselen, dan snap je wel dat zo'n voertuig ook gestabiliseerd moet worden. Er zit een mechaniek op. Ik vertelde net dat bij zulke voertuigen heb je de loopwielen. Dat zijn die 5 wielen onderaan, zoals ik al zei. En die worden geveerd door torsiestaven. Op het moment dat de kraan gebruikt moet worden, kan de chauffeur door middel van een druk op de knop worden de torsiestaafvering wordt in feite uitgeschakeld, waardoor het hele voertuig stabiel staat. Dus kan niet omslaan. Dus hij veert niet door. Dat is dus een heel handig mechaniek en daardoor kan je dus, want aan het front is natuurlijk elke minuut is zeer kostbaar, want de vijand heeft natuurlijk snel door dat daar wat aan de hand is en een gestrand voertuig en wat te hulp wordt geschoten is natuurlijk een kwetsbaar object. Dus dat moet zo snel mogelijk gerepareerd worden. Dus u ziet het, dit is dus het voertuig wat van Engelse makelij is. De personal carrier trouwens, dat was ik vergeten te zeggen, is ook van Engelse makelij. De eigenaar van deze tanks die komt nu naar me toe en dat is Ivo. En Ivo die gaat me het een en ander vertellen over deze voertuigen. Ivo, hartelijk bedankt dat je hier bent komen met al je mooie voertuigen. En ik wil graag van jou weten, en dat wil het publiek ook weten, het verschil tussen een panzervoertuig en een tank.
Ik ga je dat zo vertellen, maar ja, jullie zien al in het licht, in het echt, minister Bruce Trampton, very welcome. Bruce, you like it there? It is Bruce's daughter, by the way. Come on, eh? I don't know if you saw this week, but Bo fly in the Spitfire. It was this week on Dutch television. How do you like it, Bruce? Listen, it's an absolute pleasure to be here. I mean, I love coming to Holland, I'm here a lot. But to come and be one of the first people to come to a new show like this, which has got fantastic facilities, fantastic vehicles. I've just been round in that Leopard. It runs beautifully. So for me, it's always an honour to come to Holland, and I hope I'll be coming here for many more years. 2 weeks' time, you'll see me leaping out of a Dakota at Arnhem. So I'm part of your, you know, your brotherhood here, believe me. Been a pleasure. Thank you very much. Nou, deze meneer komt uit het Verenigd Koninkrijk en is een vooraanstaand figuur in de liefhebbers van legervoertuigen. De mensen die daarin thuis zijn, die kennen hem onwaarschijnlijk wel. En de man is speciaal voor deze show naar Nederland gekomen. En dat is natuurlijk fantastisch. Het is een icoon. Deze man loopt al vele jaren mee in de Army liefhebberswereld. Goed, ik ga nog eventjes verder naar Ivo. Want ik vroeg net al, wat is het verschil tussen een panzervoertuig en een tank? En dat gaat hij mij nu vertellen. Het verschil tussen een tank en een armored personal carrier, zeker een recovery vehicle, dat kan ik eigenlijk wat dat betreft relatief simpel aangeven. Een tank heeft een toren 360 graden kan draaien. Dat heeft natuurlijk elk ander rufvoertuig wat dat betreft niet. En we gaan het zo meteen nog even zien met een neutral turn. En dan laten we daadwerkelijk inderdaad laten die Leopard ronddraaien terwijl de toren, of met name het kanon, gelokt blijft staan. Maar dat gaan jullie straks nog even zien. Dit is inderdaad een FV434. Een recovery vehicle, een voertuig wat op een gegeven moment in staat is om inderdaad motoren van tanks te wisselen. Er zit een 3,5 tons hydraptraantje op en daarmee kun je op een gegeven moment inderdaad in het veld een motor wisselen. Dat doen soldaten in een half uur. In een half uur is een complete motor in- en uitbouwen, koelvloeistoffen erop, olie, het hele circus wat dat betreft doen ze in een half uurtje. En deze, die er net achter staat, waar overigens de brandstofpomp niet meer helemaal goed voor doet, maar die gaan we vanavond wel maken. Morgen rijdt hij weer, beloof ik jullie. Dat is inderdaad een CVRT, een voertuig wat bedoeld is, waar we niet mogen uitkomen. Een voertuig wat bedoeld is inderdaad troepen in het veld te verplaatsen. In het hele kleine voertuigje zaten er nu 7 man in, 3 man crew en 4 mensen die ze meenamen om inderdaad of voor artillerieverkenning of voor allerlei taken in het veld om die te doen. Ja, ik ga nog iets vertellen over de Leopard. De Leopard is een tank die met het geschut mee ongeveer een kleine 10 meter lang is. Iets meer dan tussen de 800 en de 900 pk. En het is een vrij geavanceerde tank. U ziet wat hij nu doet. Hij laat de ene rustbelt vooruit en de andere achteruit draaien. Waardoor hij dus om zijn middelpunt kan draaien. Nou is het zo dat daar 4 man personeel op zit. Er zit een chauffeur op, er zit een boordschutter op, er zit een commandant op en een lader. En die lader doet niets anders dan het geschut laden en de boordschutter die probeert zijn doel te raken met het geschut. Daar ga ik nog iets meer over vertellen. Er zit een stuk elektronica in deze tank. Je moet je voorstellen dat de tank is met manoeuvres bezig. En hij heeft, de boordschutter heeft een bepaald doel, heeft hij via de radio doorgekregen. Hij gaat het geschut richten op dat doel wat hij heeft doorgekregen. Maar die tank die moet allerlei manoeuvres maken in een ongelijk terrein. Dus die tank die beweegt continu. Nou is het zo dat als de boordschutter zijn doel heeft ingesteld in de computer. En de tank die is aan het rijden en aan het bewegen, zal continu het geschut zal gericht worden op het doel. Dat wil zeggen, als stel dat hij dus het geschut richt op het midden van de tribune, dan kan hij op het terrein kan de tank gewoon rondjes draaien, terwijl het geschut gewoon op zijn doel gericht blijft. Dat is een stukje elektronica en dat stamt al uit het einde van de 60e jaren. Want zo lang gaat die tank al mee. Hij is operationeel geworden aan het einde van de 60e jaren. En vele legers
hebben deze tank ingezet. Als je er eentje wil kopen, dan moet u bij Ivo zijn. Ik weet toevallig wat die kost, maar dat ga ik aan Ivo zelf vragen. Ivo, stel dat iemand zo'n tank wil kopen, zo'n Leopard. Wat gaat die dan kosten bij jou? Nou, dat is op zich een koopje. 175.000 euro, dan is die jouw. Dat lijkt natuurlijk heel veel geld. Is ook klaar, dat zijn heel veel geld. Daar koop je een heel mooi huis voor. Aan de andere kant inderdaad, wat ze ooit gekost hebben, dat is het maar wat dat betreft een schijntje. En je koopt wel iets heel unieks. Wij zijn er ooit aangekomen omdat het Belgische leger deze tanks afduikte. En die zijn op een gegeven moment in een veiling gekomen. En die veiling was eigenlijk bedoeld om die tanks te verkopen en eigenlijk te verslotten. Nou, wat is er vervolgens gebeurd? Ik heb vrienden in Polen opgebeld. Die hebben op die tanks geboden en daardoor zijn ze uiteindelijk aan Polen verkocht. En wat was nou het mooie van de hele deal? Dat uiteindelijk de Polen toen ze zeker gekocht hadden, dat ze ze niet meer hoefden te verschotten. Nou, zo zijn die tanks uiteindelijk in Polen gekomen en dan via zijn ze weer teruggekomen in Nederland. Maar je komt er tegenwoordig niet meer aan. Alles wat Defensie op dit moment afdankt, wordt aan stukken gesneden. En we zijn dus enorm blij dat we dit stukje militair historisch erfgoed hier nog kunnen laten zien aan jullie. En dat we er ook nog in kunnen rijden. Ja, dat is dus wat informatie over als je zo'n ding zou willen kopen. Maar hij laat één ding achterwege en dat is waar kan je dat ding kopen? Nou, je ziet op zijn shirt. Ivo, draai eens om. Ik wil de achterkant van jouw shirt zien. En daar zie je dus het bedrijf. Dat is de firma BAIV in Marhezen. Dus als je denkt van nou, ik vind dat wel leuk speelgoed en daar kan ik op zondagmiddag wel leuk mee over het strand rijden en zo. Dus ik ga ook maar zo'n Leopard tank kopen. Dan moet u dus bij Ivo zijn, want ik meen dat hij er nog eentje in de verkoop heeft. Want deze die hier rondrijdt, die wil hij graag zelf houden. Hij heeft er destijds 4 kunnen kopen. De andere 2 zijn verscheept naar Amerika, naar liefhebbers gegaan. Dus er is nog eentje te koop. Dus heb je dus een kleine 180.000 euro over, dan zou ik zeggen, sla dat spaarvarken kapot en ga naar Marhezen, want daar staat een Leopard tank voor je klaar. Maar niet alleen Leopard tanks, Ivo heeft veel meer. En die zullen vele malen minder duur zijn dan deze Leopard. Hij heeft trucks, allerlei soorten legervoertuigen, jeeps, maar ook dit soort panzervoertuigen. Goed, dit is een beetje wat we wilden vertellen over de tanks. Tell something about the Border Republic about the new season you look to be. Very, very fortunately, I've now in 3 weeks' time we start making Combat Dealers 4, which is another 10 episodes. You're actually halfway through, I believe, the last season I did. But every season we do now gets better and better. And we'll be doing a lot of filming in Holland because you've got so much history here and you've got an unbelievable passion to the memory of the people that gave their lives. So I'm happy and honoured to come out and film here. The next season we start filming in 3 weeks' time. You'll probably get next March, something around that time. But again, I will say there's going to be a lot of content filming in Holland. So, again, pleasure and an honour, and hopefully I'll be here next year as well. Thank you very much. Wij weten uit ervaring dat vooral het jonge publiek, wat hier ook veel aanwezig is, zich vermaakt met games. Games die, waarmee je dus virtueel met tanks kunt rijden en allerlei spelletjes kunt doen. In Hangar 11 kun je daarvoor terecht. Dus wil je leuke tankspelletjes spelen, daar kan je gaan gamen. Ga dan naar Hangar 11. Dat is het terrein wat hier achter ligt. En dat is vlakbij de Sergeant Willems Army Show. Als je daar naartoe gaat, kunt u in Hangar nummer 11 kunt u gamen. En je ziet dat de tank beweegt, maar het doel blijft het geschut op gericht. Het is trouwens een 105 mm geschut. U ziet wat voor beweging de tank ook maakt. De boordschutter die kan elk gewenst doel kan die gewoon blijven richten. Zie je wat een mooie bewegingen dat het maakt. Nog even iets om daarover te vertellen. Als de geschutstoren, zoals dat heet, de geschutskoepel, als die beweegt, dan moet de chauffeur, die moet
zakken. Want anders kan hij door de geschutskoppel, kan de chauffeur aan zijn hoofd geraakt worden. Dus het is dus een veiligheidsvoorschrift dat als de boordschutter, die geeft via de intercom, geeft hij door van ik ga nu manoeuvres maken met de geschutskoepel, dan moet de chauffeur, die trekt aan een hendel waardoor zijn stoel zakt, dan gaat hij naar beneden en dan zit hij in feite op de bodem van de tank en dan gaat het panzerluik dicht. En dat is niets anders dan dat hij dus niet geraakt kan worden op dat moment door de geschutskoepel. Maar dan vraag je je natuurlijk af, hoe kan die chauffeur zien waar hij rijdt? He, want we zagen net dat die chauffeur met zijn hoofd eruit stak en die zit daar met dat stuurtje zit hij lekker zo te sturen. Hij kan alles mooi overzien. Maar als hij naar beneden zit en het panzerluik is dicht, ziet hij in feite niks. Nou, daar is natuurlijk wat op verzonnen. En dat zijn periscopen. Periscopen zijn instrumentjes die in feite om een hoekje kunnen kijken.